Glasvezelbesteller.nl. Ben je glasvezelbesteller, Stekel? Ja, want ik krijg binnenkort een vrachtwagen met servers afgeleverd. Die gaan mijn huis verwarmen. Oké. Ja, maar dan moet ik wel eerst glas hebben. Oké, nou, dat hou ze op de hoogte. Ja. En als ze het ook in de Watergraafs meer bij mij kunnen brengen, hoor ik het ook graag van je. Oké. Matthijs de Meijer, welkom. Hoi. Je bent van Nerdalyze. Dat klopt. En wat is dat en wat doet dat? Nerdalyze is eigenlijk een cloud provider. Dat betekent dat we servers beheren. En die servers die verhuren we aan partijen die heel veel rekenintensief werk moeten verrichten. En dat doen we tegen een 50% kostenreductie vergeleken met andere cloud providers. We doen dat door servers bij iemand thuis te plaatsen en daarmee zijn warmwatervoorziening te verwarmen. Dat is wat hij aan het doen is dus eigenlijk. Dat is een beetje vergelijkbaar. Ja, ja. Oké. Okay, ja, ik hoor het ook nu pas. Ja. Wij leveren eigenlijk gratis die warmte in huis. En dan kan je €300 per jaar besparen op je gasrekening. En dat veroorzaakt ook nog een enorme CO2-reductie. In de uitstoot die je veroorzaakt met een server. Maar je bent dus concurrent met Amazon? Ja. Van Amazon? Ja. Ja? Een heel klein concurrent. Ja, oké. Okay. Ja. Maar in potentie. En deels bied je dezelfde dienst voor partijen die dat willen. Behalve mensen die ook de wereld nog op een andere manier een beetje mooier willen maken. En beter willen maken. En goedkoper uit willen zijn. Zijn jullie de oplossing? Ja. Ja, en wij hebben eigenlijk twee problemen opgelost. Eén is een energie-efficiëntieprobleem. Als je nu een server plaatst, zoals Amazon dat doet, een gigantisch datacentrum. Ik ben laatst in Noord-Groningen geweest, daar staat de nieuwe van Google, heb je misschien wel van gehoord. Ja. Gigantisch apparaat, zulke 6 enorme koeltorens op het dak. En als je een server daarin plaatst, voor elke kilowattuur die energie die je erin stopt, gaat er ongeveer 40% gaat naar overhead. Naar het koelsysteem, naar de verlichting, naar het gebouw. En dat is een enorm energie-intensieve business. Als je alle cloud providers bij elkaar op zou tellen qua elektriciteitsverbruik, dan kom je ongeveer op het niveautje elektriciteitsverbruik India of Japan uit. Dat is een enorme hoeveelheid energie die we daar als maatschappij instoppen op wereldschaal. Ja. En die energie die wordt vervolgens door zo'n server, wordt die elektriciteit omgezet in warmte. En die warmte die wordt vervolgens weer afgekoeld met een airco die zelf ook energie verbruikt. Ja. Nou, er gaat dus enorm veel energie in die overhead zitten. Ja. Wij vonden het eigenlijk zonde. Dus wij dachten, joh, wat nou als we die warmte die wordt opgewekt door die servers kunnen inzetten om mensen hun huis te verwarmen? Want in Nederland heb je allemaal een cv, staan we gas te verbranden om te douchen, om af te wassen, maar ook om je huis warm te houden, zoals bijvoorbeeld in jouw loods. En die warmte die hergebruiken wij eigenlijk om warmwatervoorziening te doen of een huis te verwarmen. Ja, en dat is dan helemaal decentraal. Dus ik moet me voorstellen dat ik, als ik bij jullie klant zou worden, dan krijg ik een zootje computers, servers, harde schijven, weet ik wat. Dan komen jullie aansluiten, dat produceert warmte en daar ga ik mijn huis mee verwarmen. En mijn stukje cloud wordt onderdeel van jullie netwerk. Zo werkt het. Toch? Exact, ja. Het enige wat je hoeft te doen is, als wij aanbellen, de deur open. Dan mag je nog een kopje koffie zetten, maar dan komen wij gewoon bij jou thuis een kastje aan de muur schroeven. Zetten we naast je cv. Ja. Dat kastje, daar zitten de servers in. Ja. En de servers die verwarmen vervolgens water op. Dan gaat het nog een keer door je cv heen en dan komt het uit je douche. En alle warmte die wij met onze berekeningen voor onze klanten in dat water stoppen, daar hoef je geen gas voor te kopen. En dat veroorzaakt een significante reductie in je energierekening op de orde van €300 per jaar. Maar wat is nou, als je vraagt, wat is nou het doel van jullie bedrijf? Is dat voor Roeland kosten besparen, zo goedkoop mogelijk zijn huis verwarmen? Mm-hmm. Is dat de beste cloud service provider zijn? Wat zijn jullie? Nou, naast het energetische probleem, dus die energie-efficiëntie, wij hergebruiken die energie, lossen we ook een economisch probleem op. Namelijk als je bij zo'n datacentrum gaat kijken, is dat een enorm gebouw, muren, complexe installaties, allerlei apparatuur eromheen. En wat wij doen is door de servers bij iemand thuis te plaatsen, hergebruiken wij eigenlijk de infrastructuur die daar al is. Thuis heb je al een dak, je hebt al een deur, je hebt al een stopcontact en er ligt bij ongeveer 30-33% van Nederlandse huishoudens al glasvezel. Dus dat is allemaal infrastructuur die je nodig hebt om een server te kunnen draaien. Ja, die is er al. En dat hoeven wij allemaal niet vooraf te financieren. En dat veroorzaakt die 50% kostenreductie
in onze cloud die wij verkopen. Hey, waar zitten, als jullie met klanten of potentiële klanten praten, op welke plekken zit zeg maar nog de huiver? Is dat, je distribueert alles, dus je distribueert ook de veiligheid, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Hè? Bij hem staat alles op een computer, bij wijze van spreken. Ja. Wat kom je tegen als je met klanten of potentiële klanten praat? Waar zit de huiver nog? Nou, wat wij merken is dat het feit dat er zoveel CO2 wordt bespaard met ons systeem, dat vinden mensen, dat opent de deur. Dat vinden mensen een ontzettend gave eigenschap. Het begint met sympathie. En vervolgens komen ze erachter, het is ook nog eens significant goedkoper. Nou, daar worden ze ook blij van. Ja. Dat is uiteindelijk wat die beslissing drijft. Ja. En om mensen over de streep te trekken, moet je wel een aantal zorgen wegnemen. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er nou als de elektriciteit uitvalt in één huis? Jij zet je waterkoker aan, maar er is wat mis met je waterkoker. Stoppen slaan eruit. Ja. Onze server is ook offline. Ja. En je wachtwoord zat net opgeslagen bij hem. Bijvoorbeeld, ja. Nou, daar hebben we een aantal slimme oplossingen voor. Als wij aan het rekenen zijn voor een klant bij jou thuis en jouw waterkoker die slaat op hol, dan kunnen wij die berekeningen transparant verplaatsen naar iemand anders in huis. En dan wordt er gewoon netjes doorgerekend. En dat heb je natuurlijk ook op het security gebied. Dan zit je op een iets ander vlak dan bij een datacenter. Ja. Nou, wat wij doen is alle data in flight, dus data die onderweg is, die versleutelen we. De data in rest, dus de data die ergens blijft, die wordt ook versleuteld. En het type werk wat wij doen voor klanten zijn rekenproblemen die heel goed opdeelbaar zijn. We hebben bijvoorbeeld een heel gaaf project gedaan bij het zoeken van het detecteren van zonnepanelen op daken in Nederland op basis van luchtfoto's. En wat wij doen is die luchtfoto's knippen in allemaal hele kleine stukjes. Die verdelen we over alle huizen waar wij zitten op een willekeurige manier. En vervolgens wordt daar dan een berekening uitgevoerd. Nou, als jij die hele luchtfoto wil hebben, dan moet jij bij alle huizen waar wij zitten overal inbreken op het juiste moment. Dan door twee lagen encryptie heen breken. Nou, dan hebben we het al over NSA plus de Russische veiligheidsdiensten samen. Om dat voor elkaar te krijgen. En dat zijn dus ook voorbeelden die je kan gebruiken van, moet je luisteren, de veiligheid zit goed bij ons. Ja. 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 En waarom ben je dit gaan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Ja. Het is wel op een grappige manier begonnen. Ik woonde met een van mijn medeoprichters, Boas, in een huis. Toen waren we nog aan het studeren. Ja. En wij waren het huis aan het verbouwen. En toen heeft een van ons, en ik wijs niemand aan, maar het was Boas, de thermostaat van de muur gesloopt. Nou, dat gingen we proberen te repareren. Maar dat kon niet meer, onherroepelijk beschadigd. Maar het was wel midwinter, buiten vroor het. Dus dat huis begon af te koelen. En toen ben ik op een gegeven moment met een laptop onder een deken gekropen. Ben ik een computerspel gaan spelen om het een beetje warm te houden. Ja. En toen werd eigenlijk dat idee geboren van, maar wacht even. Kunnen we niet gewoon heel veel laptops kopen en ons hele huis verwarmen? Ja, maar dat is onwijs duur. Ja, maar dan verhuren we dat. Oh, dan doen we servers. Nou, zo is het balletje gaan rollen. En toen hebben we op een gegeven moment de rekenmachine erbij gepakt. Wat zijn hier de economische consequenties van? En toen kwamen we erachter dat je niet alleen een energetisch probleem oplost, maar ook een enorm economische inefficiëntie eruit slaat. Erwin vroeg aan het begin ook al, ook als ik naar jullie website kijk, hink je natuurlijk een beetje op twee gedachten. Weet je, aan de ene kant richt je op mensen die gewoon cloud computing nodig hebben, die dat nu bij Amazon of bij Microsoft of weet ik waar, of, maakt niet uit. Die doe je een aanbieding die goedkoper is. Mm-hmm. Dat is aantoonbaar, weet je wel, noem maar op. Aan de andere kant is je doelgroep de mensen die glasvezel thuis hebben en geïnteresseerd zijn om iets van jullie in de meterkast te hangen. Ja. Ik zie op je website richt je toch nog steeds vooral op die mensen die cloud computing nodig hebben. Ja. Zijn mensen die gewoon überhaupt niet geïnteresseerd zijn in cloud computing en überhaupt niet in computers, maar die zeggen, ja, kom maar op met dat ding. Is dat niet ook een hele interessante groep voor jullie? Nou, je ziet eigenlijk dat we twee hele verschillende markten bedienen. Hè? De huiseigenaar of de bewoner, die zegt, ik vind het wel fijn om iets bij te dragen, CO2-reductie te veroorzaken. Precies, maar dan verkoop je bijna een cv-ketel. Te besparen. Dan verkoop je bijna een cv-ketel. Of een boiler. Of ons apparaat heeft ook wel iets weg van een cv-ketel. Ja, zit er ook dat naast. Zag ik ook, je hangt hem ernaast. Ja. Ja. En aan de andere kant heb je natuurlijk de... Maar zo profileren jullie eigenlijk nog niet, hè? Nou, dat zijn eigenlijk twee verschillende takken, ja.
En kijk, waar wij uiteindelijk ons geld mee verdienen, dat zijn de rekenklanten, ja. De cloud klanten. Dus daar is onze website ook op ingericht. Ja. Kom maar als eerste binnen. En onze uitdaging is om die twee kanten tegelijkertijd te schalen. Dus onze uitrol bij huizen gelijk te laten lopen met de aanloop van klanten aan de rekenkant. Ja. En dat zijn inderdaad twee verschillende markten die wij bedienen. Ja. Ja. Maar is het nu ook al zo dat als ik, ook al neem ik helemaal geen clouddiensten bij jullie af, mm-hmm. dat ik toch kan zeggen, kom maar op met dat Absoluut. Ding. Absoluut, ja. De huizen waar we nu geïnstalleerd zijn, we hebben nog nooit bij iemand geïnstalleerd die ook clouddiensten bij ons afnam. Nee, dat zijn echt hele andere partijen. Ja. Bijvoorbeeld, we doen een project met het LUMC. Die doen fundamenteel onderzoek naar het vouwen van proteïnen. Daar hebben ze heel veel rekenkracht voor nodig. Dat doen zij bij ons. Maar de apparaten die wij hebben geïnstalleerd, die staan bij mensen thuis die met dat project. En die hebben geen idee wat ermee gebeurt verder. Nee. Meer weinig te maken hebben. Nee. Hey, dan macro is er ook nog één ding wat ik even tegen je aan wil houden. Omdat ik zat zelf te denken: van je verhaal klinkt heel logisch. Hè? We servers produceren warmte, dat is geld waard. Dus dat kun je, als je dat slim gebruikt, kun je daar je kosten mee reduceren. Waardoor je competitief wordt in die markt. Ja. Maar dat doen die anderen natuurlijk ook. Want wie zit er ook weer in Noord-Holland? Is dat Amazon of Microsoft? Dat hele grote datacentrum naast al die tuinbouwkassen. Ja, ja. Die verkopen die warmte aan tuinbouwers. Ja. Dus die doen hetzelfde wat jij doet, alleen op veel grotere schaal aan industriële klanten. Ja. Dus dan zou jouw voordeel toch niet meer op moeten gaan? Nou, dat gaat er eigenlijk nog steeds op. Want ons economisch voordeel zit hem in dat wij geen datacentrum hoeven te bouwen. Oké, dus wat je net zei, dak, de voordeur, de infrastructuur. En Microsoft heeft daar nog steeds een datacenter moeten bouwen, gekocht. Ja. Heel groot, heel duur project. En wat zij wel doen, is de warmte er hergebruiken. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want het is zonde om weg te gooien. Daar hebben wij ook nog stiekem een voordeel, omdat wij natuurlijk tegen een probleem aanliepen. Ja, we gaan een server bij iemand aan de muur hangen. Maar ik weet niet of je wel eens een server hebt gehoord in datacentrum, maar dat klinkt een beetje als een stofzuiger. Ja, dat kan je niet zomaar even bij iemand in huis hangen. Dus wij hebben ook nog eigenlijk redelijk per ongeluk een super efficiënt koelsysteem gebouwd. Waardoor we heel energie-efficiënt die warmte aan water kunnen afstaan. En daar zit ook van jullie een patent op of IP. Exact, ja. En dat hebben we eigenlijk gedaan met onze eerste crowdfunding campagne. We zijn begonnen met niks, met alleen idee. En toen hebben we een crowdfunding campagne gerund. Daar eigenlijk het eerste financiering. Maar viel daar dan nog op te innoveren? Want de warmtewisselaar systeempjes, dat weten we toch zo langzamerhand wel? Of, wat is er nieuw aan jullie systeem? Voornamelijk de efficiëntie. En het feit dat het volledig passief is. Normale server wordt met fans gekoeld. Die vreet zelf ook veel energie. Ja. Die gebruiken lucht om te koelen. Nou, lucht is verschrikkelijk medium om dingen mee te koelen. Ja. Daar kan je heel weinig warmte in opslaan. En in ons systeem gebeurt dat met een speciale vloeistof. En werkt het zonder fans of actieve werking. Natuurlijke circulatie. Ja, exact. Een beetje zoals in jouw loods. Alleen dan met een vloeistof eigenlijk. Ja. Ja. En je zei, toen ik aan het begin zei, je bent een soort Amazon. Zei je, een klein Amazonnetje. Maar wat is jullie ambitie? We hebben wel eens... Een groot Amazonnetje. Een groot Amazonnetje. Hij kan het zelf best wel vertellen. Het concept, hè? Ja. Oh, zo. Het is goed dat je me af en toe vangt. Nou, wat wij voor ons zien is dat eigenlijk rekenkracht is eigenlijk een soort nieuwe grondstof voor onze moderne maatschappij geworden. En die markt, het wordt steeds en steeds meer een commodity markt. Je wilt als water uit de kraan, wil je eigenlijk dat kunnen kopen. En als wat wij er zelf, onze schaalpotentie in Nederland alleen al, als je alles bij elkaar optelt, dus welke huizen hebben glasvezel, welke hebben een cv, hoeveel mensen wonen daar, waar zouden we kunnen installeren. Dan zouden wij 850.000 huishoudens in Nederland kunnen bestrijken met ons systeem. Met het systeem wat we nu al hebben. En als we dat doen, dan zijn we ongeveer net zo groot als Google. Ja. Dus de schaalpotentie daar, binnen Nederland alleen al, die ligt er wel. En wij willen ook die kant op. Naar dat soort getallen toe. Een flinke cloud provider worden. En wij denken, omdat wij structureel voordeel hebben, dat ook kan. Lijkt me no-brainer als ik die prijzen zie. Ja, hoe groot ben je nu? We zijn nu met 20 man. Sinds vandaag 21. Ja. 21 mannen en vrouwen. Ja. En als je het in marktaandeel
ten opzichte van de grote jongens? Ja, de cloudmarkt is iets van 100 miljard dollar of zo. Ja, maar in Nederland even. Dat is een wereldwijde markt. Dus over de Nederlandse cloudmarkt spreken, dat heeft weinig zin. Want het is ook niet meer te achterhalen waarschijnlijk wat waar loopt. Wat je ziet is dat Amazon, die heeft iets van 50-60% van de markt in handen. Dat is echt de gigant van, van de markt. Maar wil je zelf de grootste worden? Dat is een schatting wat je in Nederland... Wij zijn dan zo 0,0001% of de schatting is dat op dit moment komen wij er heel laag uit. Wij hebben nu in de orde grootte tientallen servers gedeployed. Op dit moment zijn we bezig om dat op te schalen. Dus we hebben nu een aantal huizen uitgerust. Ja. En we zijn eigenlijk bezig met daar tientallen huizen aan toevoegen dit jaar. Ja. Daar runnen we nu ook een tweede crowdfunding campagne voor. Nerdalize.com.join kun je daar naar kijken. Ja. Kan vanaf €20 kan je al meedoen. Kan je investeren. Ja. Ja. Dan word je mede-eigenaar van Nerdalize. En dan help je ons. Want jullie zitten dus echt, daarom, daar wil ik eigenlijk naartoe. Jullie zitten in die fase dat je geld nodig hebt om te schalen en te groeien. Ja. Waarom kies je dan voor crowdfunding en niet voor een investeerder? Het is een aantal redenen. We hebben ook een aantal andere investeerders aan boord. Bijvoorbeeld Eneco is een partner van ons. En die hebben ook een deel geïnvesteerd. Ja. Eneco produceert natuurlijk heel veel groene energie, of verhandelt dat. En die zijn ook heel innovatief bezig op dit gebied. Dus we doen een mix van verschillende bronnen. En op dit moment is de crowdfunding campagne... zijn we eigenlijk gestart met... we denken dat er genoeg animo is... Dat is helemaal geëxplodeerd. Binnen twee weken zaten we al vol. En nu zijn we over het dubbele van ons target heen. En elke keer dat daar geld bij komt, dan stellen wij onze ambities ook weer naar boven bij voor dit jaar. Nou, nog meer huizen erbij, nog meer. We zijn met 20 huizen begonnen als doel. En nu vorige week naar 42 huizen opgeschaald. Omdat we een nieuw niveau hadden bereikt in die campagne. En nu zijn we alweer een stapje hoger. En hoe harder dat gaat, hoe meer wij... Maar tegelijkertijd, hartstikke mooi. Tegelijkertijd klinkt het ook weer als kleine aantallen. Weet je, als Stekel dit in zijn huis wil, wat komt er dan bij kijken? Hoe werkt dat dan? Ja, eigenlijk je kan je... 40 huizen, denk ik. Ja, weet je, wat is nou 40 huizen, man? Als hij zich kwaad maakt, dan loopt hij door de straat en dan doet de hele buurt mee. Ja, dat klopt. Ja, nou, het bijzondere is dat je eigenlijk niet zo heel veel huizen nodig hebt. Hè? Dus als je nadenkt, in Nederland zijn er 7,2 miljoen huishoudens... Als wij er 850.000 van doen, zijn we net zo groot als Google. Dus het aantal huishoudens wat wij nodig hebben om er een winstgevend bedrijf van te maken, dat valt nog reuze mee. Ja. En, orde van grootte, om break-even te draaien? Dat hangt er ook vanaf hoeveel we investeren in de toekomst natuurlijk. Maar... Ja. Maar daar zitten we al relatief dichtbij. Dit jaar kunnen we dat prima bereiken. Ja. En eigenlijk, als wij bij jou thuiskomen om het te installeren, dan is dat alsof er een cv-monteur langskomt. Die neemt de kastje mee, loopt de trap op, die is een tijdje aan het meubelen naast de cv bij jou. En vervolgens werkt je huis nog zoals het werkt, alleen verbruik je minder gas. Ja, wat ik me wel voor kan stellen, weet je, ik snap dat je dat tegenwoordig allemaal heel deugdelijk kunt maken hoor. Maar jullie komen met een kast en die hang je bij mij aan de muur. Mm-hmm. En daar zitten computers in, even om het maar te zeggen. Mm-hmm. En dan loopt vervolgens cv-water doorheen. Ik vind dat niet een hele fijne combinatie. Ja, ja. Ja. Weet je wel, een net niet goed aangedraaid knelkoppelingetje. Ja. We zijn inmiddels 3 jaar bezig. Dus niet goed aangedraaide knelkoppelingen, daar hebben wij inmiddels genoeg ervaring mee. Heb je al gehad? Nee, water en computers. Dat is en water. Daar moet je natuurlijk heel goed over nadenken. Maar we hebben echt een team van wereldklasse hardware engineers. Die over de afgelopen 3 jaar dat soort potentiële kinderziektes eruit hebben gehaald. Ja, maar dat vind ik zo fascinerend aan jullie verhaal. Want die mix van 20 man die je hebt, dat is een mix waarschijnlijk tussen mensen die heel goed kunnen programmeren in cloud computing infrastructuur. Mm-hmm. En volgens mij heb je ook gewoon hele goede loodgieters nodig. Ja, absoluut. Ja, die weten wat voor materialen deugdelijk zijn, 20 jaar meegaan, hoe je warmtewisselaars optuigt en dat soort dingen. Mijn oma, dat is fascinerend. Mijn oma vroeg mij, wat doe je nou eigenlijk? En zei ik ben verwarmingsmonteur geworden. en ten dele is dat ook ik zo. Ja. En dat is ook fantastisch. Dat vind ik zelf ook ontzettend leuk aan wat wij doen. Wij doen echt
De full stack developer, hè, dan doe je meestal de front-end, de GUI en de back-end, het stil dat op de server. Maar wij doen ook de server hardware, wij doen het koelsysteem, wij doen alles daaromheen. Ja. Dus bij ons loopt het technische spectrum. Loopt echt van zagen, boren, freesbank. Koperen pijpjes, echte hardware. Hardware, zoals wij noemen. Ja. Tot aan mooie user interfaces designen. Ja. En wij zijn ook continu op zoek naar mensen die op dat front bij ons willen bijdragen. We zijn op dit moment hard aan het groeien. En ja, de mensen die op dat spectrum ergens kunnen bijdragen, die zijn bij ons altijd welkom. Ja, fantastisch. Dus maar dat jullie ook ervaring hebben. Ik vind hem wel Ik ben daar beter in. Ik ben een do-it-yourself, alle soorten. Nou, die kan even op onze website kijken. Er staat misschien wel een vacature open voor jou. Ja, okay. Op zich kan ik ook nog best een baantje gebruiken. Ja. Nee, dan. Dus kijk jij daar even naar. Maar is het ook zo dat jullie dus op zoek zijn naar een combinatie van deskundigheden die er eigenlijk misschien nu nog minder is? Betekent ook dat jullie andere mensen nodig hebben dan van nu van scholen komen of 3 jaar geleden van scholen kwamen? Nou, wat je wel merkt is dat er zijn maar weinig mensen die zowel de markt en de techniek van verwarmingssystemen begrijpen, als de markt en de techniek van mijn vader was verwarmingsmonteur, maar ja, die is helaas dood. Weet je, dat was het helaas, ding geweest. Ja, maar ja, die had er al moeite mee. Die was ook een oude verwarmingsmonteur. Ja. En op een gegeven moment kwam hij natuurlijk in de fase dat het vervangen van printplaten werd. Ja, weet je, dus die nee, maar daar, goed, wat jij zei, er zijn weinig mensen die die beide hebben, is het een pre of kun je er ook gewoon prima leven met mensen, met deskundigheden naast elkaar? Ja, zeker. Ja. En hoe groter je wordt, hoe meer mensen zich kunnen specialiseren. Ja. Toen wij net begonnen, toen had je echt wel mensen nodig die dat hele spectrum aankonden. En nu zie je steeds meer specialisatie. En we lossen het ook wel op een aardige manier, proberen we daar wat aan te doen. Elke vrijdag dan is het Pils en Demo. Er komt een pilsje op tafel bij ons kantoor en laat iemand van het bedrijf iets zien wat ze hebben gedaan. Of dat nou is een nieuw financieel model, of een nieuw stuk hardware, of een nieuwe software interface. Dat wordt dan gedemoed en dan stelt iedereen honderden vragen daarover. Ja. En zo houdt toch iedereen een beetje het beeld van wat gebeurt er nou? We zijn die jongens met die freesbank nou mee bezig. Ja. En wat is nou al die code op dat scherm? En dan merk je dat er ook hele gave ideeën ontstaan, waarbij je iedereen nodig hebt om ze uit te kunnen voeren. En als je nu kijkt naar wat jullie doen, je zegt we zijn nog relatief klein, maar jullie doen wel iets bijzonders, jullie doen iets nieuws. Tegelijkertijd weten we ook allemaal, we leven in een wereld waar de Googles en de Amazons en zo nog een paar van die partijen de grootste zijn. Wat is nou jouw doel? Is je doel verkocht worden aan Amazon? Is je doel groter worden dan Amazon? Wat is je doel? Nou, het doel is eerst om, we hebben nu aangetoond dat het werkt. We hebben het systeem draaien, we hebben klanten erop draaien, we draaien omzet als bedrijf. Nou, vonden wij al een hele mijlpaal op een gegeven moment. Weet je? Zeker, als je het vanuit je bed is begonnen, vanuit je, helemaal als je met 20 man zit en je zegt, we hebben eigenlijk helemaal niet eens zoveel meer nodig om break-even te draaien. Dat vind ik echt bijzonder hoor. Ja, dus in de hardware, weet je, want je zit toch ook in de hardware, dat vind ik dat echt knap. Ja, we doen dat, we lopen daar best wel goed op schema, denk ik, als dat bedrijf. We willen natuurlijk altijd nog harder en sneller. Tuurlijk, ja. Maar goed, we zijn helemaal niet ontevreden over wat we hebben bereikt. En de volgende uitdaging wordt om dit concept op te schalen. Ja. En die fase, die ga je nu langzaam... Die fase, daar zijn we nu aan begonnen. Ja. Opschalen van het systeem. Dat brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Maar wat ons betreft is daar de sky the limit. De potentie in Nederland alleen al is zo groot geworden als Google. Nou, als we het iets breder trekken naar meer landen in Europa, dan kom je toch een heel eind. Ja, het grote nadeel van jullie oplossing, als ik als leek, want nogmaals, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van, heel specifiek van dit soort hardware, lijkt mij de servicekant van het verhaal. Kijk, het is niet voor niks dat Google alles bij elkaar in Groningen heeft gezet. Ik heb ook wel eens gehoord van iemand die daar rond had gekeken, die zei, ja, ze repareren daar nooit wat. Ja. Weet je, als er een instantie of een server, of hoe heet dat, weet ik veel, niet groen knippert, maar geel. Gooit het gewoon weg. Ja, trekt eruit, flikker in de container, nieuwe erin, klik en dat ding start op en draait weer door. Ja. Dat is de meest efficiënte manier om dit te runnen. Jullie hebben straks, nou, je noemde zelf het aantal, 850.000 huishoudens met een Nerdalyze verwarmingsketel, laat ik het maar zo zeggen. Mm-hmm. Ja, dat is rampzalig. Nou, dat ga ik niet meer in mijn eentje doen. Dat vereist een ongelofelijke logistiek van mensen die het hele land doorrijden reparaties te vinden. Maar dat is niet ondoenlijk, hè? Als je bedenkt, die servers... Ja, maar dat zijn natuurlijk ook kosten.
Die service vervangen, wat jij noemt, is een mooi voorbeeld. Ons systeem zit eigenlijk ook zo in elkaar. Als er wat stuk gaat, kunnen wij die service al poep uithalen. Ja. Kan gewoon gebeuren door een standaard cv-monteur. Hoef je helemaal geen WizKid voor te zijn. Kan je gewoon zo vervangen. De ander gaat terug naar waar die vandaan komt. En als je bedenkt dat 97-98% van de Nederlandse huishoudens een cv heeft, die worden ook allemaal één keer per jaar gecheckt. Ja, dus jij zegt eigenlijk willen we dit onderhoud gewoon onder gaan brengen bij de reguliere infrastructuur. Exact. En dat is ook een zelf... van de vlakken waar bijvoorbeeld ons partnerschap met Eneco enorm mee helpt. Ja. Die hebben natuurlijk enorm veel ervaring op hele grote dus schaal. De cv-monteurs van Eneco kunnen binnenkort ook servers vervangen in de chaos. Ja, exact. Ja. Ja, ik vind het bijzonder. Ja, ik ook. Ja. Hey, nog één dingetje. Heb je glasvezel nodig om met jou mee te kunnen doen? Ja, glasvezel kan wel. Kan niet over een dikke ADSL? Nee, daar zijn we wel mee begonnen, helemaal in het begin. Ja, dat zag ik ergens nog. Ja. Maar waar wij op een gegeven moment hebben de knoop doorgehakt van nou, als wij echt een grote cloud provider willen worden, dan zullen we ook een netwerkinfrastructuur moeten aanleggen die vergelijkbaar is met een datacentrum. En dat punt ja, want je bent natuurlijk, je gaat data spiegelen naar andere locaties. Heel veel data gaat er doorheen, dus waar je misschien... Maar goed, dan, ik ben krantenlezer en dan lees ik in de krant met, het wordt helemaal, dat glasvezel, dat gaat niet zo hard. Gestagneerd. Ja. Weet je, dat zelfs nog... Heb je daar last van? Minder. Daar moet je last van hebben. Nee hoor, want je hebt nu al 33% van Nederlandse huishoudens, dat zijn er ongeveer 2,5 miljoen. Hebben die een glasvezel? Die hebben al glasvezel tot aan de deur. Echt waar? Dus voordat wij tegen die limiet aanlopen, dan zit ik hier weer. Ja, maar dan hebben we het over heel wat anders. Oké. Op dit moment is dat helemaal geen bottleneck. Ik vind het wel heel jammer dat die glasvezelgroei afneemt. Maar goed. Ja, ik baal er ontzettend van. Dat is, ik hou heel erg van Ziggo, maar niet als ik internet nodig heb. Ik hou er überhaupt niet van. Maar jij gaat sport wel, toch? Jongen, gisteravond ook weer zo'n drama. Weet een van jullie wat er nou aan de hand is bij Ziggo? Want sinds UPC opgekocht is door Ziggo, hier in Amsterdam. Ik vind het echt dramatisch. Ik kon gisteravond niet eens Netflix kijken. Een half uur lang. Nee. Nou, toen was ik even aan het kijken, dus dat kan kloppen. We delen samen dat account van jou, weet je wel. Nee, alle reden om met mensen die goede ideeën hebben voor decentrale data-infrastructuur te blijven. Ja, dat is natuurlijk het hele mooie ervan. Weet je wel. Ik zou zeggen, decentraal is natuurlijk een belangrijk thema op heel veel gebieden. Nou, dat hebben we het nog niet eens over gehad en we hebben ook al geen tijd meer. Maar dat vind ik ook nog, als ik doordenk over jullie concept, is dit misschien nog wel het meest interessante. Hè? Dat je eigenlijk de datastromen enorm terug kunt brengen. Omdat als je een zelflerend systeem erin krijgt dat je weet wie op welke locatie welke data nodig heeft en veel gebruikt, dat je natuurlijk de data ook dicht bij de mensen kunt gaan. Ja, absoluut. Als jij nu een e-mailtje stuurt, als jullie e-mail naar elkaar sturen, dan gaat dat via Amsterdam, door Ziggo's centrale connectie, dan via een server, ergens anders, misschien de VS. En dan weer helemaal terug. Ja, dan gebruik ik Gmail, dus dan gaat het via... Gaat het helemaal via een datacentrum in Ierland waarschijnlijk. Ja, dat is bizar. En als wij data versturen van huis 1 naar huis 2, dan legt dat misschien net wel een paar honderd meter af. Ja. En over glasvezel. Dus daar zit een enorme efficiëntieslag die daar te halen is. Ja. We gaan je volgen. Hartstikke leuk. Mooi verhaal, man. Dus kom nog graag iets langs, zo een jaartje of zo. Ja. Ja, zullen we doen bij de 850.000 of misschien iets daarvoor. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Weet je, we zijn altijd in voor een feestje, dus 1000 huizen is ook goed. 1000 huizen, oké. Okay. Ja, laten we dat afspreken. Ja? Ja. Oké, dank. Leuk, dankjewel. Man. Jullie bedankt voor het kijken. Wij danken PQR, het bedrijf dat ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. Streamzilla, elke week kun je weer live meekijken dankzij dit bedrijf uit Groningen. Bier & Co, lekkere biertjes. Dit keer Brooklyn Lager bijvoorbeeld, heb jij? Wat drink jij? Ja, een lekkere cider. Ja, cider, hou je wel van? Nou, voor het zomerse weer is dat toch wel het juiste drankje voor mij. Juiste drankje, oké. Dit is wel een van mijn favorieten. Ja, Brooklyn Lager, die houden we erin. Ja. Oké, Freedom Lab natuurlijk, daar zenden we vandaan uit. Hou even de berichten van Fast Moving Targets in de gaten, want over 2 weken hebben we de laatste uitzending van ons seizoen. Dat doen we zoals altijd met het publiek. Jullie zijn heel erg welkom. En Guido van Ispen, de fotograaf die altijd onze gasten vastlegt, is er dan ook om jullie vast te leggen. Dus wil je een mooie foto voor jezelf, voor je profiel van welk platform dan ook? Meld je even aan als je tegen de tijd dat je gezien hebt, maar dat kan. Maar haal in ieder geval eerst eventjes je agenda vrij voor over 2 weken. Dankjewel, tot volgende week. Dag.